Zo, ik stap WD Spiral Part 1 Cinema in van Herman Meyer Neustadt. De kunstenaar heeft het werk gemaakt in 2001 voor een tijdelijke tentoonstelling. Daarna kreeg het een permanente plek in de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum. Maar al gauw bleken de gekozen materialen niet geschikt voor een langdurige buitenopstelling. De polyesterplaten waren erg dun en kwetsbaar, waardoor scheuren ontstonden. En de stalen profielen van de bovenconstructie waren niet berekend op sneeuwbelasting. Om het werk weer toegankelijk te maken voor het publiek, moest de bovenconstructie opnieuw gemaakt worden. Er is veel aandacht besteed aan de reconstructie van de semi-transparante polyesterplaten, want die heeft de kunstenaar echt voor bepaalde redenen gekozen. Namelijk moesten ze geel zijn, zodat het kunstwerk fel contrasteert met de natuurlijke omgeving. Maar tegelijkertijd moet het een warm gevoel geven als je binnenstaat. En de glasvezels die je er doorheen ziet, filteren het licht en geven een wazig beeld naar buiten. Je ziet alleen maar licht en schaduw. Hij noemt het zelf een impressionistic image. Nou, zoals je ziet geeft dat cinema plek aan 7 bezoekers. We hebben 7 stoelen. En als je naar voren loopt, heb je ineens een scherpe kader, een uitzicht naar buiten. En deze contrast is ook heel erg belangrijk voor dit werk. Nou, kom kijken of dat gelukt is.